was pauze nemen heel gewoon. Tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Het moet allemaal snel, sneller, snelst. Dat is jammer, want pauze nemen is juist enorm goed voor je. Daarom presenteert Coca-Cola Light de kleine pauze, zodat jij, net als vroeger, even de tijd neemt voor jezelf. Waarom? Just because. In de kleine pauze zullen Kim Kutter, Jaap Rezema, Nienke Plas en Maxime Hartman je binnen 5 minuten terug naar het schoolplein van vroeger nemen en jou voorzien van een goede dosis nostalgie tijdens jouw kleine pauze. Ik ben Jaap Rezema en ik heb me toch een hype meegenomen. Voetbalplaatjes. Ja, voetbalplaatjes heb ik mijn hele jeugd, tijdens de pauze, heb ik dat gespeeld. Want dat was een spelletje. Je kon de kaartjes gooien tegen de muur en degene die het dichtst bij gooide, die won allebei de kaartjes. Mijn naam is Kim Kutter en de hype die ik heb meegenomen, cassettebandjes. Zo, dat is lang geleden, hè? Maar wat deed ik nou met cassettebandjes? Nou, ik nam er bijvoorbeeld een radioshow mee op, want dat kon. Dan kon je break drukken, kon je jezelf terughoren. Maar wat wij vooral deden was als er bijvoorbeeld, als je vriendje het uitmaakte, dan kreeg je van je vriendje een cassettebandje met de liedjes die hem deed denken aan de tijd samen. Kim, heb jij exen? Nee joh, ik niet. Het ging over mijn vriendinnen. Maar jij hebt dus gewoon jongens gehad? Vroeger vriendjes van je die dan met een bandje kwamen om het weer ja, niet goed te maken, om je terug te winnen of zo. Of hoe? Ja, ja, het ligt eraan. Ja, wie had het uitgemaakt? Ik of die ander. Maar het, ja, kende je het niet. Ik kreeg later zelfs cd's met de hoesjes helemaal volgeschreven. Heb jij dat nooit gedaan? Ik heb cd's gebrand, maar dat is een heel ander verhaal. maar deed jij dan ook het wel eens terug? Ik bedoel, heb je ook wel eens een bandje aan een jongen gegeven? Nee, dus het was wel echt een ding van jongens. Ja. Naar meisjes. Ja. En ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik heb ze ook niet allemaal geluisterd. Oh. Nee, ja, dit gaat pijn doen. Maar sowieso, wat wel leuk was aan een cassettebandje. Weet je, dat hoe noem je dat? Dat bandje, dat liet altijd los. En dan kon je met zo'n potlood kon je hem omdraaien. Juist. En dan deed hij het alsnog. Ging niet kapot. Nee, hoe is dat mogelijk, ja. En wat ik ook leuk van een cassettebandje is dat je ook... Ik speelde vroeger vaak radiootje, dat je ook je eigen stem kon opnemen en zo. Ja, maar deed je dan... Dus dan kreeg jij in de pauze van een jongen kreeg jij... En dan stonden er ook teksten op van... wil je terug en het, bijvoorbeeld, ik heb nooit zo bedoeld. Ik had liedjes erop van Paul de Leeuw. Of bijvoorbeeld Mr. Blue in die tijd. Of Treaty, Boys to Men. Mr. Blue, oh nee, dat is niet die. Ja. Wel? Ja. Nee, with you. Ja, weet je, dan was dan het schuifelliedje waar je mee naar een vijf ging. En dan stond je zo te schuifelen. Maar ja. Wat jij zegt hier over bandjes, jongens die dan met romantische bandjes komen. Nou, ik vind dat nu nog moeilijk om te doen, denk ik. Maar is het wel romantisch? Ik vind mega romantisch. Ik ga jou een cassettebandje geven met onze liedjes. Nou, en wat zijn onze liedjes? Ja, je hebt toch altijd van die mensen die dan zeggen, oh my god, dit is ons liedje. Dan krijg jij toch ook steeds? Van die mensen die dat zeggen over jou praten? Ja, klopt. Ja. Je hebt nu heel veel studenten die zeggen dan, nu wij niet meer praten, zegt ons liedje, dat zingen we altijd. Ja. Dat. Nou. Maar goed. Maar welk liedje denk je aan bij mij? Ik heb de hele nacht liggen dromen. dromen zijn bedrog. Eén nacht met jou. Nee, jij zou hier zo slecht in zijn, romantische praatjes. Ja. Maar jij, voetbalplaatjes. Ja, nou echt waar. Voetbalplaatjes. Daar heb ik jaren aan gespendeerd. Dus je hebt natuurlijk knikkeren. Je hebt van alles. Alle dingen die leeftijdsgenootjes hebben gedaan. Er zijn heel veel hypes. Ik was de man. Als ik natuurlijk de goede voetbalplaatjes won vooral. Dus mocht jij ze ook vaak kopen dan? Ik mocht ze wel vaak kopen. Ik was een beetje verwend kind. En dan ging ik met mijn moeder mee naar de supermarkt. Ja. En dan deed ik juist, ik ging alleen mee en lief zijn. Zodat ik dan aan het eind of een zakje knikkers. Was of jij toen al zo? Een zakje voetbalplaatjes kon krijgen. En als ik meeging, dan kreeg ik dat. En dat is eigenlijk heel lullig. Want er waren heel veel kindjes natuurlijk, die mochten dan één keer in de twee weken een zakje. Dat vind ik echt zielig, Als je nou een weet ik veel, een club als MVV hebt. Maar je wilt Dennis Bergkamp, dat is toch niet fair? Nou, jawel. Want dan ga je dus 5 spelers van MVV... tegen Dennis Bergkamp. Oh, zo zeg je nou dat MVV dat niveau? Nou, MVV was echt heel slecht. Dat is tegenwoordig geen eredivisie meer. Maar in mijn tijd was dat ook geen subtopper. Maar was jij wilde echt heel laag, maar alleen maar Ajax-plaatjes. Ik wilde Ajax, PSV Feyenoord. Ik wilde Nederlands elftal. En dan had je dat boek en dat wilde je vol. En dat ging je dan ook echt thuis laten zien in je vriendjes. Dan zei je, ik heb deze speler. En niemand, want er waren sommige, waren echt limited editions. En niemand had die. Dat was dan, als je
Oh, dan hadden ze er maar 3 van. Dus je boek echt helemaal vol plakken, dat lukte helemaal niet snel. Maar kon je dan niet op een soort van marktplaats een vol boek kopen? Nou, dat denk ik wel. Maar zo was dat was natuurlijk niet de truc. Nee. Concluderend, natuurlijk de voetbalplaatjes. Ah, nee, maar die voetbalplaatjes, weet je, ik vind maar je hebt nu nog steeds, dat is een eeuwigdurende de hype. Ja, maar voetbal gaat nooit weg. Nee. En, maar ik vind het wel leuk als we de kids vertegenwoordigen een beetje opvoeden. Dat ze een beetje romantische dingetjes gaan maken, briefjes. Ja. En nou ja, dan Spotify-lijstjes, wel leuk. Nee, is heel leuk. Dan kunnen ze alles komt goed erop zetten maar van jou. Maar het is wel logisch, Kim, dat heel eerlijk, voetbalplaatjes is, dat gaat iets nooit weg. Volgens mij zei hij zelfs aan het begin dat het nog bestaat. Ik heb het nooit meer gezien. Echt, ja, als het weer bestaat, ga ik weer eens met mijn maten zo'n boek kopen. En ik denk dat het maar weet je, je kunt wel een nieuwe hype maken met onze eigen kinderen. We hebben 3 jongens. Nou, hups, oké. In hypes zit wel geld in.